Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met een hele leuke video. Zoals jullie weten, ja, hoe pijnlijk dat is, ik ben skeer. Ik ben arm, ik heb geen geld, ik haal alleen views, ik ben gek op jouw video's en daar verdien ik 0 euro mee. Maar toch, hoe je het bent of keert, er moeten kerstcadeaus gekocht worden. Dus wat ik ga doen, ik ga dingen uit China kopen en kijken hoe het binnenkomt, wat het is. Ja. Dat. Als je deze video kijkt en je bent nog niet geabonneerd, doe het dan zeker. We gaan voor de 500k voor 2021. We hebben nog volgens mij iets meer dan 18.000 abonnees nodig. Mensen, dit... Mensen, dit moet lukken. Het moet! Mensen, vandaag zijn we op de site Wish. Ben je gesponsord door Wish? Nee. Heb je ooit een sponsor aanvragen gehad van Wish? Ja. Toen heb ik heel veel geld gevraagd. Toen zeiden ze, hebben ze van helemaal niks meer gezegd. Dus wat doe je als een bedrijf je een sponsor aanvraag doet en uiteindelijk gaan ze niet met je in zee? Dan maak je alsnog een video over ze. Natuurlijk, dat is hoe het werkt. Doe een duimpje als je het leuk vindt. Wat ik ga doen, ik ga echt tanden veel dingen bestellen. Echt de meest random dingen. En hoop ik dat ik alles over een maand binnen heb. En dan ga ik alles unboxen en kijken wat het is. Vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ik ben benieuwd of jullie het leuk vinden. Laten we maar gaan kijken naar Zooi. Ik ben op de site. Hier linksboven staat Wish. Winkelen is leuk. Nou, helemaal fijn. Dan heb je populair en allemaal dingen. Dus laten we maar gewoon... Ja, ik ga gewoon even kijken. Even rondneuzelen. Even bijzondere dingen kijken. Ik zie hier bijvoorbeeld een lamp. Dan zie je hier een mooie broek. Met 0% korting. Hier staat gewoon een neppe Louis Vuitton. Dat staat hier gewoon. Dat is toch raar? Ik vind dat echt vreemd. Mensen, een Halloween kerstprojectorverlichting. Ja, maar sorry dat ik het zeg hoor, mensen. Maar dit is kerst, hè? Mensen, hartstikke positief hierover. Mensen, in het mandje. Apple? Wat is dit dan? 1800 euro? Dat is gewoon duurder dan een normale iPhone. Ik zeg je, als je dit koopt, word je zo hard opgelicht. Dan wordt zo hard gescamd. Mensen, als we op deze video, ik maak geen fatu, de 50.000 likes halen, dan ga ik zo'n iPhone... Is dit de iPhone 12? Ja, hè? Dan koop ik de iPhone 12 hier voor $1800. En ga ik gewoon kijken wat er binnenkomt. Ik ga het gewoon kijken dan. €200 verzending. Jezus. Maar hebben ze geen goedkope ding. Een iPhone 4 voor $46. Die moet ik hebben. Ja, die moet ik hebben. Een iPhone 4. Maar mensen doen gewoon alsof dit werkt. Dat is toch ziek? Nou, ik dacht het is allemaal Chinese troep. Maar dit lijkt wel. Wat ik helemaal fout heb waarschijnlijk. Maar dit lijkt wel op een soort van. Alsof het zeg maar niet nep is. Oh. Een elektrische scooter voor €12. Nou. Mensen, €9 verzending, geen geld. Nou, voor 30 euro mensen, die gaat in het mandje hoor. Die gaat in het mandje. Wat hebben we hier? Oh, allemaal zooi. Ik hou ervan. Fantastisch. Wat is dit nou weer? USB met lichtjes. Disco in een car. Wat is dit? Je stopt het in je auto. Heb je een discobal in je auto? Dit is echt tamtoe lelijk. Moet ik hebben. Ze hebben ook hoe ik in mijn hoofd had. Dat ik dus kerstcadeaus kan kopen. Maar uiteindelijk zie ik alleen maar dingen voor mezelf te kopen. Ah joh. Weet je. Oh mijn god. Dit ding is eng. Dit is niet normaal eng. Oh. Dit ding is zo eng. Dit moet ik hebben. Oh. Ik ga mensen daar echt zwaar mee laten schrikken. Mensen, besef hoe gezellig mijn kamer straks wordt met al deze leuke, gezellige dingen. Dat is wel schitterend. Oh, hier, een iPhone voor €36. Dit moet ik gewoon hebben. Ja, ik ga het nog niet gebruiken, maar 8. Mensen, voor €36 een iPhone 4. En dan gaan we gewoon kijken wie werkt. Ik ben zwaar benieuwd. Ik ben echt zwaar benieuwd. Oh, een 18 karaat gouden ketting. Mensen, deze moet ik hebben. Een gouden ketting. Oh, ja, allemaal iPads hier. iPad. Maar ja, allemaal heel duur. Maar veel te duur. Een douchekop. Ah, hier haalt Armin was right, zat ze diamant. Goed, is dat duidelijk? Meezoet gaat precies goed bij mij. Ken je nou een Meezoet die toevallig 27 dagen geleden ongeveer ineens zo'n nieuwe gouden diamanten ketting had? Hij is niet echt. Geloof me, hij is niet echt. Het is dus met name goud en sieraden. Dat is hartstikke leuk en aardig, maar daar doen we het niet voor. Nee. Welkom bij Blitzbuy. Wat is dit nou weer? 10. Triest. 10 producten. Nu spelen. Nou, een fantastische deal. Ik wil gewoon even iets kopen wat echt helemaal nep is. Om te kijken hoe slecht het is. Dat wil ik nog even. En dan hebben we denk ik wel genoeg spullen. Wat we dan gaan doen is gewoon wachten. En hopen dat alles binnenkomt. Ik kom niet eens voor de elektrische step. Hoe kan dat binnenkomen? Dat kost €30. Dat ding ontploffen zijn als ik erop rij. En levensgevaarlijk. Hier kost je ook 350. Wat veel logischer is dan het geld wat ik ervoor betaal. Oké, mensen. Waar ga ik kijken? Ik wil eigenlijk nog een vette gadget. Een vette gadget wil ik, mensen. AirPods voor €41. Die zijn zeker gebruikt. Refurbished. Dat is echt fucking smerig. Goede beats. Lijkt bijna echt 1 tera. Terabyte SD-kaart voor €1,70. Handel niet. 1 terabyte. Dat is echt tand hoeveel, hè, is dat? 100% real capacity. Capacity. Nou, dat kan niet goed zijn. Oeh, dit is een vette telefoon dan. De P43 Pro. Hawaii. Oh mijn god, legendary. Ik moet dit hebben. De Nokia 3310. Ja, die moet ik hebben. Dit is echt legendary. Ja, kopen die handel. Hartstikke idee. Oké, mensen. Ik denk dat ik er nu wel ben. Ik heb 7 producten. Random producten. Oh mijn god, Beats oortjes. Ik kan 1 oor kan je kopen. Nee.
Dat wil ik niet. Ik wil ze eigenlijk wel bestellen om te vergelijken hoe slecht ze zijn. Ik heb voor mij letterlijk deze. Voor mij heb ik gewoon de eerste. Die ik ooit kreeg toen ik een laptop kocht. Oké, ik ga deze ook nog bestellen. En dan zijn we echt klaar. Ordinary upgraded. Oh mijn god. We hebben de upgraded versie, hè? Hartstikke idee. Kopen die handel. Ik haat mezelf, want die worden toch duur ook. Oké, mensen, ik kan betalen via PayPal. Het kost alle artikelen 142. Het wordt steeds goedkoper. Maar ik heb een kortingscode. Ja. Die heb ik net al gekopieerd. Gadget. Bam. $15 kort. Wat? CED? Is dat Canadian dollar of zo? Het is €134. Voor dit. Voor een elektrische scooter, een soort lampending, nog een lampending, een masker, een iPhone 4, een gouden ketting, een Nokia en Dr. Dre Solo 3 draadloze zwarte koptelefoon voor op het oor. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Waarom koop ik altijd nutteloze dingen van mijn geld? Wat is nou voor onzin? Ik heb een payment issue. Mensen, een payment issue. Mensen, hij doet moeilijk, maar dat maakt niet uit. Ik ga het nu allemaal op mijn telefoon en dan ga ik het bestellen. En jullie zien mij terug. Nou ja, jullie zien me wel eerder terug. Als het allemaal binnen is, ga ik één grote unboxing doen en gaan we kijken wat ik allemaal heb. Vind je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. En ik ben benieuwd. We gaan het zien. Doei. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest.